Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango. Echo voor de Daily Minutes van vrijdag 30 oktober 2015. Dit is het bulletin van vrijdag inderdaad. Ik lees het niet op dit keer. Ik ben een beetje bang dat ik er niet in slaag vandaag om een Daily Minutes te maken. Dus ik neem nu om 4:50 alvast wat op. Ik ben de hele dag heel hard aan het werk geweest. Meestal dan heb ik het om deze tijd allemaal al opgenomen. Een van mijn katten is ziek en ik moet zo met Poes naar de dierenarts. En ik verwacht wel om nou 6:30 terug te zijn, dus ik denk dat ik wel iets kan uitzenden. Maar ik heb alleen geen tijd om iets uitgebreiders in te spreken. Ik had van PDU0AC twee onderwerpen die ik eigenlijk had willen brengen. Het ene is een alternatief DMR-netwerk uit Rusland, wat men in de regio Almere, als ik het goed begrijp, in gebruik heeft genomen. En dat werkt wat stabieler en is ook opener dan DMR+. Dus dat was wel een leuk nieuwtje. Maar ik zag al dat het ook bij Hamnieuws stond. Dus als je het wil zien of wil horen, dan kun je het ook daar lezen. En een andere die nogal verontrustend was, die Hans mij doorstuurde. Dat was de verplichte migratie naar Windows 10. Die kennelijk toch voor iedere gebruiker van een lagere Windows versie op de rol staat. Ik weet wel waar het op uitdraait uiteindelijk. Dat we het gewoon 10, 12 euro per maand betalen voor een legitieme versie van Windows in de cloud. Ja, daar gaan we niet aan meedoen. Tenminste, ik niet. Maar, en ik hou niet van verplichtingen. Nou, ik ben inmiddels, of wij zijn inmiddels terug van de dierenarts. Het is nu bijna 6:15. En het lijkt echt mee te vallen met Poes. Dus dat, ik krijg vanavond nog een telefoontje met bloedwaarde. Het zou nog kunnen dat ze of een suikerziekte heeft of een nierkwaal. Maar in ieder geval, ik heb twee keer meegemaakt dat ik op vrijdag op dezelfde manier met een kat naar de dokter ging. Omdat donderdag nog niks aan de hand was. En ene keer was die kat na 2 dagen er niet meer. En de andere keer was het een leidersweg van een aantal maanden. Waarbij de poes steeds verder aftakelde. Hè? Dus ja, het is niet leuk om dan zo weg te moeten. Maar zoals ik zeg, zeker als het met de bloedresultaten meevalt, dan valt het eigenlijk allemaal erg mee. Ik heb alleen niks voorbereid voor de uitzending, althans niet te veel. Wat ik kan doen, ik heb een column opgezocht van een jaar of wat geleden. Nou, een jaar of wat. Even kijken hoor, dat is 4 jaar geleden. En dat is een column over de Duitse krimi. Ik geloof dat ik hem wel eens in een lange uitzending uitgezonden heb, maar ik weet het niet helemaal zeker. Hij is ruim 2 minuten en dat vult de uitzending mooi aan. Verder was ik van plan om vandaag met Slow Hell wat te doen, onder de uitzending door. Slow Hell. En dat met een frequentie van 320 hertz. Dus Slow Hell, 320 hertz. En dat klinkt als een heel vriendelijk reuteltje. Wat volgens mij niet al te erg stoort bij de uitzending. Dus ik wil eens even experimenteren of dat lukt en of er inderdaad wat uit te halen is. En het leuke is, het is zo smalbandig dat ik het bandje waarin Slow Hell zit, dat ik dat zonder problemen waarschijnlijk uit het audio kan filteren, zodat het daar niet storend is, dat het elkaar dus niet in de weg zit. En dan zou ik dat helsignaal nog wat zachter kunnen maken. Daar heb ik vandaag al wel wat mee geëxperimenteerd, dus dat ga ik in ieder geval doen. Dus degene die data meeschrijven, Slow Hell en dan 320 hertz. En dan nu de column. Oh ja, vergeet de lange uitzending niet vanavond om 10:30. De Duitse krimi. Ik heb er door de jaren heen af en toe wel eens wat minder vaak naar gekeken, maar ik ben altijd wel een groot liefhebber geweest van Duitse krimis. De Engelse detective series zijn ook leuk. Er is vermoedelijk evenveel geld tegen aangesmeten, budgetten die je bij de Nederlandse omroepen zelden tegenkomt. Ze zijn ook slimmer, die Engelse commissarissen, dan de Duitse, en subtieler en meer realistisch in de Engelse series. Hoewel, ik heb wel vaak geroepen bij Murder, She Wrote of bij Agatha Christie dat het toch wel wat gek was. Ik bedoel, ik heb heel mijn leven gelukkig nog nooit een moord van nabij meegemaakt. Of zelfs op enige afstand. Maar waar Jessica Fletcher, Miss Marple, inspecteur Morse, Tom Barnaby ook komen, de arme slachtoffers vallen er als vliegen. Jessica Fletcher op vakantie, Diana Pascoe in Amsterdam. Ze zijn het vliegtuig nog niet uit of ze struikelen vaak letterlijk over de lijken. Duitse krimis hebben veel meer dan de Engelse detective series cultstatus. Gaat daar helemaal niet over de werkelijkheid. Het gaat zoals bij Dirk en der Alte vaak gewoonlijk alleen al over ontzettend rijke mensen. Bij de Duitse krimis is het allemaal altijd tamelijk irreëel en gewoon cliché. De belangrijkste onderzoekers in de krimis twijfelen nooit. En het zijn haast onwaarschijnlijke doden in een wereld waarvan je in veel gevallen denkt, net goed, die bovendien op de meest prachtige plekken als decor gepleegd zijn, in dure maatkleding.
In de Anglo-Saxische politieseries denk je vaak wat slim. Bij de Duitsers denk je veel meer wat een held. Of ik wou dat ik op dat politiebureau mocht werken, al was het maar voor een dag. Zoveel rechtvaardigheid. Hoewel de auto van Moors ook onwaarschijnlijk is, zijn de zelfverzekerde eigenwijze Duitse regisseurs, die het bovendien altijd al lang voor de kijkers en hun eigen assistenten blijken te hebben doorzien, ondanks hun tegelijk vaak onwaarschijnlijk schamele kantoren, op een nog veel onwaarschijnlijker wijze goed gekleed. Had Columbo zijn na aankoop echt nooit meer gewassen jas al jaren voor de serie begon als hondendeken in gebruik, de jassen van Dirk lijken, hoewel altijd van hetzelfde model, stevast nieuw en vooral voor het eerst gedragen. Detectives van de serie Tator daarentegen zijn soms weer van een ander type. Szymanski zag er altijd bezweet en vaak underdressed uit. Het droeg juist bij aan zijn enorme cultstatus en aan zijn charme. En medehoofdpersoon Henschen met zijn overgewicht kon in de serie nooit van eten afblijven. Terug naar mijn eigen passie voor de krimi. Er zijn jaren geweest dat ik iedere vrijdag of zondagavond aan de buis gekluisterd zat. Het begon in de jaren 80 al. En ik heb dat zeker tot eind jaren 90 gedaan. Recent heb ik de series weer een beetje herontdekt. Lang geleden hadden we als buitenlandse kanalen alleen de Duitse zenders. Gaandeweg zijn die zenders steeds verder achterin de kanalenlijsten van de meeste tv's geraakt. En dat is onterecht. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.